Groepshuisvesting. Nadat de dieren 2 tot 3 weken in een iglo hebben gestaan, gaan de dieren over in een groepsiglo. Een groepsiglo is hetzelfde als een iglo individueel, maar dan een maatje groter. En hier passen dan 3 tot 4 kalveren in. Belangrijk hier om goed te strooien. Kijkend naar het klimaat is het hetzelfde als een iglo, dus je hebt geen trek. De kalveren liggen beschut. En in de zomer liggen de dieren mooi in de schaduw. Deze iglo's laten ook geen warmte door. Heel belangrijk. De dieren zijn dus buiten. En buiten moeten ze dus ook kunnen drinken en gevoerd kunnen worden. Belangrijk is dus dat er onbeperkt drinkwater is. En het ruwvoer wordt hier in een bak gedaan, waarin het ruwvoer niet nat kan regenen. Melk wordt hier ook verstrekt. Dat gebeurt in deze goot, waar emmers in geplaatst kunnen worden. En op deze manier komen de dieren niets tekort. Belangrijk is dat nadat deze groep naar de vervolgstal gaat, dat het hok uiteraard wordt uitgemest en dat de ruimte wordt schoongespoten. Zodat de volgende groep weer in een compleet schone ruimte kan beginnen. Wat verder belangrijk kan zijn, of een tip, is dat de ruimte hier makkelijk nat kan worden. Maar dat we in toenemende mate zien dat veehouders hier een overkapping over doen, zodat het hier mooi droog blijft.